creation.
Zo, ja. Oh, is dat? Oh, doet het wel. Hey. Oh. Ben niet oud. Een goedemiddag. Ja, even een kijkje op een andere map. Ik denk dat het het wel een mapje is wat. Beetje bij mij past. Niet te moeilijk, niet te makkelijk. Nou, we zullen eerst even over de boerderij lopen. Riedewald. Dat is de boerderij dus. Dat materiaal. Nou, dat was het in principe. Kijk. Ja, dat heb je bijna in elke stal. Maar goedemiddag Thijs, ja. Ik ben toch wat aan het vogelen, kijken, andere mapjes. En ja, er is wel van alles, moet ik zeggen. Dus ik denk dat ik hier gewoon een beginnetje op ga maken en ben al een beetje begonnen. Maar ja. De eerste indruk is ja, goed. Ik zal de minimap in ophalen. Kijk maar. Nou, ik heb beter in. Is beter. Dat moet ik wel doen natuurlijk. Ja, dit is de hele map. Alle standaard dingen zitten er sowieso in. Daar was de boerderij. Supermarkt. Benzinepomp. Nee, hier heb je ook. Hier zit het meeste voor mij. Veehandelaar. En spul verkopen. En zelfs nog wat plaatsen. Er zijn wat. Staat hier ook voor mij. Bouwland. H1. Dat is de hoofdboerderij, lekker zo maar zeggen. Paardenstal, H2. Zit daar. H3, daar zit. Zelf niet spieken. Daar boven meer. Ja, dus alle standaard dingen zitten er gewoon een beetje in. En we kunnen zelf ook nog wat plaatsen qua fabriekjes of wat anders. Dus ik denk van we beginnen gewoon en zien we gewoon wat schip staat. En mocht het zo weten dat, het, dat ik hier een vervolg op geef, ja, we gaan gewoon hierop verder. Simpel kan ik het niet maken. Ja, dus ik was al met paardinkjes boven. Ik heb al. Voor mij twee veldjes gehoogst. De nestboerderij zit ook kalk op, geloof ik. Ik moet nog even ingezaaid worden. Goedendag. Maisveld is voor mij niet van ons. Of is wel van ons trouwens. Mij wel. Ja. Grasveld ook. Nou, hier moet nog even kalk op. Dus laten we daar maar mee beginnen. Ja, het is even Duits wat de klok slaat. Dus dan gaan we gewoon even beginnen met de kalk. Ander veldje moet nog even stro van afhalen, dus daar ben ik nog even druk mee bezig. En dan kunnen we straks gras maaien. Nou, hier zie ik de. Straks de wetnemer die map, denk ik. En zo gaat het maar door, hè? Jawel. Ik denk van, ik denk de donderdag wel weer voor gaan pakken, maar ik denk van, ik kan beter even mijn andere dagje. Nou, het is toch een beetje carnaval en overal een beetje. Dus ja, ik ga gewoon
zondagmiddag weer een beetje live, een uurtje of wat. Haak er net vanaf, even kom. En daar staan de andere trekkers al. Dus dan zeg ik iets voor de wetnemer in me op. Dat zijn allemaal trouwens, denk ik. Zo. En dan even de strook erin maar afhalen. Even op de DX120. Wait. Ik wil wel een inzetten voor mij. Nou, nu wel. Goedemiddag, ja hoor. Dus dat. Het is niet een hele grote map, maar er zit wel van alles in. En een beetje, ja. Een beetje bosbouw, een beetje weet ik veel waar. Ja, misschien kunnen we zelf nog even wat kijken. Maar zover was ik nog helemaal niet. Ik heb nog helemaal niet. Want ik ben over de map heen gereden met een autootje. Oh, ja, hallo goud. En je moet wel zeggen, het zijn allemaal rechthoekige velden. Dus een beetje vierkantig. Ze zijn wel een beetje werknemervriendelijk, laat ik het zo zeggen. Dat is er bijna weer vol. Nou, ik heb zo de oorzol erop. Of oorschuur bedoel ik. En ik heb een keer wat anders. Of wat anders. Waarom blijft farming natuurlijk. Alleen ja, even van begin af aan. Ik heb nog wat velden komen, ik heb nog wat geld over. Maar ik moest wel combines trekkers. Saai machine die stond erop geloof ik. Dus die heb ik nog niet vervangen. Dank je wel. Deze leeg brengen op. Nou, nog één kar vol ding en dan is die ook leeg. En de ploeg hier ook af. Ik weet niet daarmee niet van de schok te reageren. Ja, veel wandelaars in de map. Grote hoofdweg zit wel verkeerd heen. Goedemiddag. Ja, maar. Dit is gewoon dit, jongen. Jammer. Dus we gaan maar even testen, lekker zo maar zeggen. Kijken of we hier nog verder gaan, want ja. Als het goed is, komt er een soortgelijk mapje in uit. En nu een maand, denk ik. Misschien 2 maandjes. Ja, geen 2 maanden meer. En als die uitkomt, dan ga ik daar ook weer maar proberen. Maar ja, ik ken wel wat wilden, maar. En dan zeg ik, Riverview is er nog steeds, dus daar kan ik ook nog steeds op terugvallen. Geen probleem. Maar eventueel ben ik een keer wat anders en dan moet ik kennen, ja. Ja, toch. Nou. Kijken of ik een beetje weg kan komen. Maar zit ik al links tegen, ja. Nou, dan rijk ik hem op. Ja, de boerderij is wel klein. Dus heel groot materiaal moet je er niet op zitten. Ja, niet zo erg. Ik heb ook door de stal niet rijden. Denk ik te denken. Scotter. Zegers. Dikke doos. Zegers. Een meer speelhoer. Ja, is er zo. Maar dan staat die koeien weer in de weg. Je hoort haar ook niet te weten, dus. Ja, dat is iets van farming, daar ook kom je niet aan. Ja, ben je op de oude west naartoe? Hey. Of oude west. Hey, mee beginnen. En dan zo een beetje verder uitbouwen met.
Tenminste, we moeten wel geld verdienen natuurlijk. Beetje jonge materiaal. Nee. Zie je het wel? Ja. Nou. Ik heb nog maar één deur, ja. Stuur dicht houden, hè. Ja, dan gaan we kijken van waar we hiervan kunnen bakken. En misschien hebben we wel een andere boerderij gebouwd nog. Dat het wel een beetje is. Allemaal te karab is of weet ik veel. Dat we het zelf wat gaan veranderen. Maar dat merken we vanzelf. Streamlabs, ja. Ik heb nog niks vernomen. Tom. Kijk maar. Update misschien? Ja, ik kan me eens niet voorstellen, maar. Het zou kennen, hè? Zal er in één pas wel. Ja, dan wordt het wel een hele korte streampje zijn jongens, of niet? Oh, alleen met farm, hè? Hey. Dat wil je horen, hè? Ja, dat past er wel. Ja, ik heb er daar nog helaas van gehad, maar. Een paar weken terug heb ik wel bij je trammel al. Klap je er ook in, maar. Afgelopen week niet meer die weken vol voor mij. Ja. Ja. Ik weet het niet, ik heb voor mij ook niks veranderd of zo. Ik heb het gewoon in gelaten. Dus zei ik je van als het zo doorgaat, dan stap ik over op YouTube, maar een week later of zo heb ik niks aan haar. Dat is raar. Ja. Muziek nog te horen trouwens. Ben je zacht voor mij of niet? Check. Zo zie je. Oeh. Hard zat. Ja, ik kwam. Hij is ook een poosje oud hoor. Ik zat een beetje op de modsites te kijken van. Forbidden Mods en noem maar op. En Modding World. Ik kwam deze een keer tegen. Nou, kijk wat dat is, ja. Hij hoeft niet altijd hoor. Nee. Ik heb zo in dat hij nou weer te hard iets te hard staat, maar zet me weer wat zachter. Ja, het is een beetje kijken van wat er allemaal is, maar gewoon de map die een beetje uitkomt in de module, dat ik heb nog niet echt die dek denk van. Er zijn een paar maps, ik heb ook nog een andere Duitse map. Ik trouwens ook op bezig ben zo met ook 1-op-1 nagebouwd. Deze is ook een klein beetje nagebouwd. Dat vind ik toch wel de mooiere map, zeg maar. Textuur nagepast. Oh, oké.
Ja, daar ben ik juist nog niet. Ik ga even spieken. Ja. Nou, dat is van te laat. Ben ik nog niet echt mee bezig. Of niet meer bezig. Ja, maar voor mij zoals dit garage ook. Voor mij is dat ook niet van 22 als ik het goed heb. Gaat er nog aan staan. Ik moet wel uitzetten, hè. Ja, ik heb het een keer proberen, ja. Ik heb wel gezien van de Cotton Plants en zo. Dat ze weer nieuwe textuur voor de maïs en dat soort dingen. Ja, ik wou gezien. Ik moet maar even koeken. Nou, dat is maïs. Moet maar even naast sluiten. Nou, dan kan deze hier binnen. Dan lijkt deze hier op staan, denk ik. Dan gaan we maar even veldje maar even ploegen. Zo. Nou, ik heb geen last van toch, denk ik. Een beetje aanlopen. Goed voor de gezondheid. Oké. Okay. Oh, zit het complete beschrijving bij. Oh, dan moet je zelf erin zetten. Ja, dus die moet je gewoon, het is niet echt mooi, maar die moet je gewoon in jouw, Ja, wat mooi trouwens, dan beschrijf je erbij zit, bij je moet zitten. Goed. Nou, een andere dikke deus. Goed. Oh ja. Shaders, ja. Nog om wat te hebben. Oh, straks. Daar komt niet dat hij er ook klaar wordt. Wanneer was dat? Vorige week? Vorige week had ik een update, maar. Oh, even dichter naar de kraan. Nou, dan hoop ik niet dat dat met die auto's heeft te maken en zo iets van. Dat een keer. Maar dan komt er straks ook weer een update van farming. Hoop ik dan wat. Maar ik denk dat dat niet iets van farming is. Oké. Dat is al ruim, ja. Ja, ik hoop het niet, hoor. Is goed, joh. Ja, maar.
Deze baan al heeft me dan. Zal dan wel weer loslopen. Ga ik nou. Het is een beetje een vierkant veld, dus dat. Eén, twee tanden op zitten. Ja, ik ben een beetje het zijn over daar dus. Ah ja, zo lang, heel lang stream wordt het niet hoor. Maar ja. Ik was gewoon even nieuwsgierig met dit mapje. Ik dacht van ja, ik ken eerst goed even een streampje er tegenaan gehoord. Kijk hoe dat uitpakt met deze map. Mapje. Dus ik denk dat het wel even ga je doen? Oké. Dat is ook zo. Ja, daar gaat het gewoon goed. Nou, mooi. Ik denk dat ik het echt gedaan met kalk. Ja, is goed. Ik heb straks wel even mod en dan ben ik geen test nog of nab. Nou. Maar hier nog een klein beetje voor mij, zo te zien. Valt mee, valt mee. Gaat hier erger van, oh, val ik zo bijna op je. Nou, wees maar even een kalk op. Goed, gaan we eens even in de gaten houden. Loop ook maar overal. Ja, dan kan je straks nog even zaaien. Gras maaien. Even door de bulker. Of dan kijk ik al bij huis. Nou, vroeg. Kalk, ja. Ja, dit ken je niet. Snel. Dat ging niet goed voor mij. Ja, ik heb alle deuren opgestaan, maar. Maar ze zijn ook niet heel verstandig. Ja, dan moet ik met goede voelen gaan gaan. Ik zal nog wel even pootje op deze. Ja, een beetje donderdag ook wel, hè? Denk ik met deze maar verder. Wat een leuk mapje. Zo ben ik een beetje, hè. We gaan wel snel
sneller aan ploegen, dus alleen wagen. Mooi spul, hoor. Oh. Good night, you know. Ja. En dus, ik heb deze ook nog geprobeerd, hoor. Voorspelen en zo, maar het is niet mijn ding. Weet het. Nou, weer leeg. Oh, haak aan mijn lijst, hè? Lekker zo. Dan gaat een halve call door. Ja, denk ik niet, hoor. Zou ik er vanmiddag ook nog even naar kijken? Kom naar kijken en krijgen. Oh, vast wel. Ja, is goed, joh. Denk eens maar weer. Oh. Ja. Ja. Kijk welke hartslag wij gaan hier doen, wat niet heel groot veel. Ja. Een beetje hooi hebben. Ja, kom gauw. Ja joh, het loopt wel los. Als ik er niet uitkom, dan trek ik wel aan de bel. Maar is het gras ook hè? Ik denk dat trekken we al in. En weer een set met gras mooi. Dan hebben we dat ook alvast zo. En dan zet ik hier gewoon in. Ook de wetnemer op. Ga ik weg met deze. Ja, dat mis met een ploeg. En jump ik hem terug naar die. Gaan we de mooi erin laten zetten. Ik weet niet welke maai ik hier trouwens. Ik ben er helemaal niet naar gekeken. Zo. Even. Zet er eerst ook maar in weg bij die andere keeper. Hij staat even aan een ander plekje. Maar is dan in deze schoen? Ja. Oh, dat is alleen Saimaier.
Ik denk nog geen frontmaatje bij ophalen. Maar dan moet ik wachten tot die andere trein klaar is. Ja, dat is. En dan moet ik wachten tot de ploeg is zo klaar, toch? Ja. En die de schut omlaag. Take that. Take your leader, man. Dan moet ik mijn naming ook kiezen. En ik hoop wel zelf. Ah, yes. Ja. Ja, maar daar is ook toe naar deze, hè. Be careful, dogs. Soak to end. 230. Maar heet hij dat niet eens? Oh, dan leek toch. Dus ik denk al met een probleem. Dus er moet eerst een andere maai komen. Maar dat geeft niks. Ik heb deze als het goed is, ja. Dus 60 en dat is. Ja, dat is beter. Zo. Dan hoppen we even naar de. Oeh, nog niet klaar, joh. Dan doen we dat zelf in de laatste stukje. Ik denk dat ik eigenlijk die D140 aan de saaimachine zeg. Dit hem erin zouden. Ja, gewoon door, hè. Scherm staan, maar dan kan ik OBS een beetje naar gaan, maar als dat het wel zo is, nou, staat nog goed, hoor. Deze naar de boerderij brengen. Nu, chap de even langs de winkel. En dat dekt ook een beetje, zie je ook een beetje van de map. Zo is het ook hier. Nu de saaimachine klaarzet. En die ook vast aan de heim.
kan ik nog gewoon wat mee. Even. Nu hebben we even niet meer nodig voor mij. Dus ik kan weer op het dak staan. Als die jongen trouwt. Zijn we in de hoek. Misschien mee, hè? Ja. Ik heb een voor bij de rijden, ja. Rij mee naar de winkel. Oh, al neemt die van mij af. Even zonder mij misschien geen bedenk bij de kan ik wat moet. Ik ben ook daar. Moet naar rechts. Ja, dus dat bedrijf, deur, goede stal. Ik heb twee soorten koe. Zit daar zo standaard. Nou, ik ben dat op het moment wel naar rechts. Naar links, staan. Nee, naar rechts. Heel klein dorpje, ho. Ja. Dan hebben we die verzekering, nieuw hekje plaatsen. Dit is niet alles, ja, dit is een stukje bosgebied. We rijden wel verkeer, het verkeer is net op de andere map, maar is net zo agressief als overal. Dus daar zit geen verschil in. Zo zie je wat meer van de maan. Oh! Dat bedoel ik. Ja joh! Ja ja. Nou. Dat moet ik even anders oplossen, want dat zeg ik. Blijf dat een dingetje vinden in farming. Ja, ja. Chill. Nou, er zit wel wat kloeming in de map. Het zijn niet helemaal vlakke map. Wat heuveltjes, kleine heuveltjes. Het is niet geen berg. Dus dat valt mee. Zo. Linda. Dat is al veel hebben we in. Nou, doe hem direct vooraf. Ja, ik heb alleen wat ik straks als eerste nodig heb, staat er al. Iets hoger keeper. Maar dan beginnen we eerst naar de kobijn zien te scoren. Ja,
Nou, dan gaan we de oude, die andere kant ook straks. Ik ben meer van de map. Eerst wel deze kant op. Ja, dat is al even een dingetje bij de nieuwe map. Dan gaan we eerst naar rechts. Ik kijk op de map of wat. Ja, kom. Maar dan heb ik zo, ja, als ik wel met deze map verder ga, dan ga ik gewoon zo door, zeg maar, gewoon op deze manier. Want dan wil weer wat, ik wil er nog een ander item bij kopen, dus dan gaat ze eerst wel weer klap geld af. Dan even wat meer. Een trekker in je ruil, weer een andere trekker, andere maaier, dan noem maar op. Een beetje upgraden ook hier. Dat is een beetje de bedoeling, hè. Zo. Ik heb niet lekker in. Als ik ook een stukje afsnijd. Nou, dat is een dat stukje bos weer. Kom nu in dat smalle dorpje. Oké, we gaan bij de bouwplaats kijken wat dat is. Wat moet hier eigenlijk? Gaat hij maar links voor? Ja, tuurlijk zijn we dat er weer oud is. Ook hier, hè? Veld. Okay. Ja, een plek voor kastjes of zo. Staan hier de map trouwens, kasten? Asjes, ja. Dat is mijn niet. Maar dan moet je zelf het best. Nou ja, dat is niet zo raar. A2 was A2. Oh, je paddenstal. A3, kaart naar rij. Oh, dat kan je... Ja, dat kan je... Wacht eens even. Dat is een zagerij, zeker dan. Ja. Maar dat vind ik niet aan. Of dat zo is. Deze kastjes zijn er. Kijk, die komt bij de map mee, zeg maar. Zo is het ineens, het is gewoon zo te hard. Twee per dingers. Ja, dat is nog een optie. Zit er nog meer bij, hè? Het is van de platinum. Poppen roses. Dit zit
wel bij. Dat is meer boerderijen gerelateerd. Nou, en daar ook weer gezien. Dus komt daar de kast nog een plaatsen. Nou kom ik weer door het dorpje natuurlijk. Nee, klopt. Oh, toe uit mijn auto. Nee, klopt, maar dan moet je eens kopen natuurlijk. Maar ik ga ze nou nog niet eens hebben. Er is geld voor hem, ja. Ik bedoel, zal er weer naar geven. Ik heb wel zoiets, hoor. Dat zie je weer aan het opslagen. Ja, drie. Oh, dat is hele stuk. 173.000. Valt me wel mee. Ah, qua prijzen valt er wel mee, ja. Nou. Gaan we er toch van komen. Dat weet ik allemaal, dus. Ik ben ik dat er ook bij. Wat zei... Oh nee, geen bieden. Ik ga dan een keer hier voor de huur, no? Maar dan ga ik niet. Dan kan ik hier ook een stuk afsluiten, daar is de boerderij. Ik ga gewoon op het gras. Er is niet eens mijn garage. Maar ik denk als wij hooi moeten maken, weet ik veel wat. Dan moet toch. Wat zijn wij wat daar? 46. Dat zijn. Ah, ik heb weer dat stukje erbij. 185. Ja. Ik heb een mooi oudje, ja. Je moet wel hooi hebben en gras. Maar als die silo ook nog voor moet draaien, alleen met mais, dat weet ik niet. Zal ik eens die kleine veldjes maken of is die groter? Dit veld zo, ja. Is dat wel klaar? Is aan het groeien. Och, is je hier. Ja, ben ik toch niet zo'n voorstander van. Nee. Dit is toch gras ook niet van mij. Dat is wel klaar. Maar hier zit toch gras hoor. Ik ga ervan uit dat het wel klaar is. Is mooi. Just do it. Make it can be. I'm true. Take us. Hallo. Ook al. Komt er toch van, ja. Oh, dat is wel bom. Nee. Oh, daar gewoon zo. Niks aan het haakje. Dan zou ik de saai misschien ook nog pakken, maar voor mij... Oh, staat wel stil. Dat is ook zo. Check. Ja, nou dan was het er maar aan. Dus ik heb maar deze doen. Ik vind het hartstikke mooi. Dan zet ik die kalk erin weer aan.
weer snel heen. Ja, maar het zijn kleine stukjes veld, dus het scheelt wel. Ik zit hier bij die boom te kloot, ja, voor mij wel. Nou, een garage. Ik ga wel weer door, hè? Oh. Ik zal eens die. Oh. Ja. Ik zet weer in mijn saaimachine eigenlijk. Dat moet ik wel doen. Dat heb ik meteen zo hier aan het. Dat was straks weer echt aan de vijf. Deze kan wel op side, dus ik veld hier naast en zo. Ik ging wel eens daarmee. Maar stond hier. Paranoid. Heel veel stro hebben we niet meer nodig. De stranden zitten vol, ik heb heel wat in de silo zitten. Die kunnen ook wat anders doen. Wat geld opbrengt. Onze aard. Oh, sojaboom. Wat was dat nou weer? Sojaboom toch? Hier. Ja, dan komt dus eerst de stadsje een sojaboom op mijn ritje. Omdat ik hem niet aardig staan, ook niet. Ja, dat kan. Och, nee hè. Ja, dat deed je met zomaar. Je zet een klein stukje. Een klein stukje zo. Heeft niks. Geeft niks. En ik wil even een glasje drinken al, dan. Ik denk zo weer, lekker blind draaien. Ik wou de auto nog even pakken, maar ik ben in de rest door de maat weer zullen. Lekker. Dan draait het wel een beetje meer. Nou wel. Ja, ik ben er zo in weer. Ik heb zo doordraaien, ja.
Oké. Okay. Oh, daar hebben ze dat zelf ingeschreven. Dat er andere trekkers door het verkeer heen rijden. Of andere trekkers, maar trekkers uit het spel. Dat is wel grappig, ja. Ja, dus ik heb eerst met hem alle van de sojaboon opgehoord. Best een vlot kaas en taart. Kaas en taart. Melk en... Daar heb ik ook suiker nodig zeker en zo. Gaan we even kijken naar die... Is dat zo? Heb ik hier? Ja, dat is hier. Hey. Er staan al kasten. Ja. Taart, melk, veel suiker en aardbei. De stijlkasten, wel bijna. Daar dan. Ik ben ik denk dat ik al staan. Wat is dat? Dat is ook van mij. Ik denk dat ik ook niet vaak was. Ik ben een hekel aan. En game out is wat. Sturing joh. Even kijken. 60. Ja, dan kom je naar rechts. Richting de winkel zo'n beetje. Ja, dan gaan we even kijken, ja. Ik denk daar rechts naar. Ja. Oh, ja. Dat bedoel ik. Hier denk ik weet niet, hè? Ik weet niet. Iedereen. Ik moet wel bij langs zijn, maar die staat iets dergelijks aan. Dat is het. Maar hier dus niet.
Geen plekje zien wat bij de winkel toe. De vijand, ja. Ook erg winnen. Dan niet wel. Dan moet ik verkeerd kiezen. Kassen heb ik al. Ah. Kassen heb ik, hè? Hey. Hey, kassen. Ik ga gewoon beter uit bij jongen. Vast. Kun je mij erin brengen nog straks? Kun je hier brengen? Waar ik hem in deactiveer. Ik heb ook gezien trouwens, dat is ook mod. Kun je uit bij de groen op het land zetten? Misschien is dat ook wel waar. Gewoon een klein veldje en dan daar uit bij op zetten. Ja, was dat waarom niet op 42? Wat eraf kwam. Heb ik vast staat. Er staat hier ook al hier. Kijk, tof. Man. Dus ik heb beter direct met hem doen wat. Ja, gooi ik terug. Ik kom straks wel een andere. Ruzie. Net zoals eruit met. Dan ga ik dat ook niet proberen, maar als dat alleen maar een beetje een ergernis is, of ergernis, maar wel. Moet wel de moeite waard zijn dat er meer afkomt als kastjes of zo. Van die gigantische kastjes hebben, dan wordt het namelijk van. We hebben dat stukje van de Mabo al gezien. Dat zijn van de film. Ik nog één bijtje doen. Ja, precies.
wel leuk blijven. Ik heb toch zoals met die Riverview map. Het was eigenlijk allemaal opnieuw, was het gewoon even nou, te veel. Ja, echt te veel. Maar het moet wel leuk blijven op duur dan. Ja, het alles draait, alle fabriek draait. En ik heb ook zelf fabriek erin gezet, die ook nog aan de loop brengen. Nou, plus de boerderij daar. Ja, het moet wel leuk blijven. Ik bedoel dat je iets aan de bakken gaat leven en dat soort dingen, prima. Maar echt vol in de productie, dat ga ik niet meer doen. Ja. Het gaat tot nu toe, gaat wel goed. Oh, oh, even. Ja, nog een windbord. Hoi. Oh, het was door de spatbord heen. Dit is de mars eigenlijk. Oh, ook niet veel afstrijd, denk ik nou wel. Ja. Chill, spatbord naar de geloof. Dan kan deze ook weer in. Dat moet ik doen. Ik heb er nog meer gedaan. Dat is jammer. Dan kan ik het er gewoon in mijn ogen doen. Ik moest thuis in kunstmest. Zet deze hier erbij. Ik heb hier nog vast een kunstmest. Ik zet hem weer aan de dak. Nee, nee. Ik moet die weer kalm weer. Ja. Kan ik ook. Gewoon dingen krijgen nou, dat is wel leeg. Ja, oh, sorry. Ja, dat geeft niks. Ja joh. Ja joh, altijd goed hè, altijd. Deze hier? Nee, anders. En hierbij. Nou, dan gaan we de schubber hier even zetten. En een beetje mooi maken in deze instantie. En de grof gewoon. Eerst even. Nou ja, tja, ik ben gisteren. Ja, vandaag gisteren. Ja, ik ben deze even bij een beetje rondgereden en weet ik veel waar. Ik had deze ook wat deuts nog bij de. Bij een andere map was ik ook bezig, ik denk ja, ik wil ook nog een keer met compleet anders. Ja, dan gewoon deusjes in bijna gaan, ja. En ik heb zo weer een keer voor, een keer op andere map met allemaal klaarzen. Om te kijken wat er. Mijn idee dit, wat doen, zonder, dat ik. Het zal er niet heel veel afkomen. Ik ben er bang voor. Ik zet deze aan vast en ik zal nog wel een beetje maken.
auto. Nee, take one last. Waar hebben we nog meer garage hier? Ik zou misschien hier nog een keer opzetten, want machine in back. Kan wel klaar worden, denk ik. Ik heb ook nog een stukje. En ik heb met de ploeg aangeschoven. Het is niet anders. En dan gaan we even vol in de sojabonen. Geld maak en dan een opgegeven voor het materiaal. Dat gaat allemaal wat sneller. Het meer laat zien als ik daar. Dan is het ook iets bedacht. Een paar kleine dingen die zijn wel mee. Dat is nou. Oh. Hey. Wat ik had slingen. Ja, het is niet gebloed denk ik. Nou ja. Het is een beetje te verwaarloosd, maar deze kleine stukjes maar. Dat stuur je veel moeder. Nog even.
afkomen, gewoon veel. Ze hebben ook gewoon sojabonen nodig. Oh, goed slip. Kom maar. Nou. Hé, die hoor je. En die hoodie gelaten, hè? Is mijn pilletje. Druk, druk, druk. Deze week heeft het ook weer druk, maar het is weer aan het werk. Kijk hoe dat weer gaat. Ik denk dat ik een ander film op maak. Hoe gaan we dat? Ik denk dat ik een hoger rest ben. Ja, jong. Donderdag een jaarcontract, dat zeg ik het eerst. Uitlopen op vast. Er was zo gigantisch iets aan de knik. Ik weet niet dat het niet verlengd wordt, laat ik het zo zeggen. Maar het zijn ook al van, dat zijn gewoon de stappen die zijn normaal om. Ik ga gewoon bij mijn oude baas weer. Ik denk eerst via uitzendbureau, ja. Nou, uit zijn bureau is nou van de baan. Ik heb nog gewoon jaar getraakt. En dan gewoon weer op de gasmaaier terecht. Ja, zeker. Zeker, kan niet beter eigenlijk. Ik kan altijd beter, tuurlijk. Maar... En als ik in tussentijd wel iets vind dat ik dit... Wat beter, nog beter is, ja, tuurlijk ben ik dat dan... Dan ben ik ook weer, tuurlijk. Ja, precies. Al de eerste drie weken ben ik zijn er nog vier anderen, geloof ik. Ja, die zijn wel vast, die zitten nog vast. Dus die doen heel veel werk voor de landschappers. Landschappen hier. Dan moet ik eerst de eerste drie weken moet erheen. Aanplanten. Op je strouw. Kijk wat dat is. Maar dat is ook weer dichter, dat is weer wat dichter bij huis. Dat is gewoon deze kant van Groningen, zeg maar. Dus als ik er zelf heen zou moeten rijden, dan was het maar een kwartiertje rijden of zo. Ja joh, wel doen. Ja, oh, dat komt daar zo nog een eindje weer. Ja, wordt die maaier daarheen heen gezet dan of niet? Wat moet je met de maaier heen, weet je al. Niks van. Ja, dan ga je niet met de gasmaaier heen rijden, dan wel. Of met de trekker. Ja, ik wil zeker. Ja, en voor de rest, als het grasseizoen echt weer begint, dan is het. Over in Groningen, maar. Staat die maaier wel stil? Goed gaan in kietel. Maar ik scheid er zo ook mee uit met deze. Ik denk dat dit wel een leuk mapje is, zeg maar, om mee te beginnen. Oh, ze hebben daar een eikenloos staan. Oh, dat is nog beter.
Ja, als je steeds verder weg hè, of als je rustig verder weg zijn. Ja, nou ja, dat maakt niet uit, maar dat ze nog wel een beetje dichterbij wat onderdak hebben. Dat weet ik niet. Als we ja, als we zeven met een klein diepleidertje of zoiets. Dat is ook niet heel probleem, maar het is wel een geheister ja, op hier. Dat is ja, dat is ook. Elke week rond, zeg maar. We hebben een paar plekken met de klasse A. Is. Voor mij is het meest is in. Mijn groen is dan maar B van mij. Dat yep. Kijk, snel kijken hoor. Daar ook om, paas. Ga ik hierin mee. Zet ik die daar alvast mee. Even een beetje links zoomen, dan is het zo rijden dan. Maar... Nou, dan kan ik dit op rug gooien en net gewoon. Kunstmest over. Ja. Zeg jou een beetje boerderij heen. Nou. Ja, ik heb dus die zijn een limousine koeien voor mij. Kijk maar zo. Kijk maar op een andere manier. Oh ja, wel. En in die andere stal staat gewoon zwart-witte. Kip heb ik ook. Oh, daar heb ik toch ook wat in. Daar heb ik nog niet zin. Die verdeel. Ja, het maakt niet uit. Ik ben er ook met dit begonnen, ja. Ja, ik ben gewoon... melkkoeien. Ja, dat bent vlees. Ja, zeg, het is ja, leuk met me. Leg het zelf. Nou. Ik zou zeggen, even bedankt voor het kijken in ieder geval, want ja, het is nu bijna, dat is half hier bijna. Het was ook maar een kort streampje, maar ik denk wel dat dit een, dat ik hier gewoon zonder hoog op verder ga. Laten we de Riverview even rusten. Komt misschien wel weer, maar... Ik denk wel dat dit bij de is. Dus ik tot later. Fire, but I need you now. Take
take me higher.